De politie is donderdagavond een onderzoek gestart aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid. Vanaf een bankje werd omstreeks 6 uur 's avonds een bloedspoor gevonden dat leidde naar het nabijgelegen water. Duikers van het arrestatieteam werden ingezet om het water te onderzoeken. Daarbij werd niets aangetroffen. Er wordt een nader onderzoek ingesteld.